Hoi allemaal, mijn naam is Leonieke. Ik ga vandaag weer een pagina voor jullie maken in het Albelli-programma. De functie die wij vandaag gaan gebruiken is de functie kleur verwijderen. Dit is een functie die helaas niet in het Mac-programma beschikbaar is. Dus ja, dan weet je dat van tevoren als je deze video wilt gaan bekijken. Dit is echt een Windows-feature. Jullie zien hier mijn Albelli-scherm. Hiernaast heb ik een verkennerscherm geopend, zodat ik makkelijk mijn benodigde bestanden op de pagina kan slepen. Kan uiteraard ook gewoon via de balk hier links. Maar op deze manier kan ik ook makkelijk andere soorten bestandjes openen die ik nodig heb om bijvoorbeeld tekst te kopiëren. Goed, dit is de pagina die we gaan maken. Zoals je kunt zien, zie je dat de tekst hier van achter de bergen omhoog komt, als het ware. Dat is iets wat je kunt bereiken met een bepaalde functie binnen het programma en die wil ik jullie graag laten zien. Ik ga dat eerst, voordat we deze pagina maken, even in het simpel laten zien door bijvoorbeeld deze afbeelding toe te voegen. Ik zal even een achtergrond erachter zetten. Je ziet hier dat deze afbeelding een JPG-afbeelding is zonder transparantie. Nou is het natuurlijk niet mooi dat je hier die witte hoekjes ziet. Daar is een manier voor binnen Albelli om die witte randjes of andere ongewenste kleurvakken te verwijderen. Dat doe je door op de rechtermuisknop te klikken, bewerken, acties, kleur verwijderen. Dan zie je hier links een aantal selectiemethoden staan. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor inclusief. Onderaan staat dan uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt. Exclusief en globaal. Het is een beetje afhankelijk van welke afbeelding je wilt bewerken. Wat voor jou de handigste optie is en welke het mooiste resultaat geeft. Want daar kan nogal verschil tussen zitten. Ik ga nu kiezen voor de optie inclusief. Dus ik laat hem zo staan. Ik klik met de muis. En dan zie je dat hij deze eerste hele hoek pakt. Dan hou ik Shift ingedrukt en dan klik ik ook het vak hier en hier en hier aan. Nou, omdat dit nu allemaal gewoon heel duidelijk witte vlakken zijn en het contrast heel hoog is met de wereldbol, pakt hij dat heel mooi. Ik zal het even annuleren en nog een keer doen. En dan bijvoorbeeld de optie globaal pakken. Nou, die selecteert alle pixels van dezelfde kleur in de hele afbeelding. Nou, laten we die, hebben we hier aangevinkt. Klik. Nu zie je dat hij helemaal rondom in één keer alle vlakken die wit zijn heeft geselecteerd. Ik kies voor toepassen actie. En nu zie je, klaar met bewerken, dat rondom al het wit is weggesneden. Ik zal dat nog even demonstreren, ook met een andere afbeelding. Zo kun je namelijk heel mooi afbeeldingen die je op internet hebt gevonden, maar die je wel heel graag wilt gebruiken, ja, in combinatie met andere afbeeldingen, zonder dit hele storende witte vlak op de achtergrond. Ik ga weer met de rechtermuisknop, bewerken, acties, kleur verwijderen. En ook hier kiezen we gewoon weer globaal. Dan pakt hij alles wat wit is. Je ziet hem eventjes denken. Toepassen actie. En al het wit is weg. Klaar met bewerken. En dan heb je hier je afbeelding die je dan transparant hebt gemaakt rondom, zodat je hem overal voor kunt plaatsen en dat de achtergrond gewoon nog zichtbaar is. Dus dat is eventjes de functie kleur verwijderen in het kort. Nu kun je daar dus hele leuke dingen mee doen. En dat wil ik jullie nu graag laten zien. We gaan dus deze pagina maken. Het is eigenlijk een vrij simpele opbouw. Het is een hele grote foto. Die rekken we uit tot die helemaal boven en onder de pagina bedekt. En dan maken we eigenlijk gewoon een kopie daarvan. Dat kan zo. Maar eigenlijk doe ik zelf altijd gewoon Ctrl-C, Ctrl-V. En nou staat hij erboven. Wat gaan we nou doen? Dan gaan we de voorste afbeelding, daar gaan we
de lucht van verwijderen met de optie die ik net heb laten zien. Dus we gaan naar bewerken. Kleur verwijderen. En dan gaan we kijken op welke manier ik het mooiste de hele lucht precies op deze lijn weg kan snijden. Nou, dat gaan we proberen met de optie inclusief. En eens kijken wat ons dat oplevert. Ik klik. En dan ga je kijken, dan pakt hij alles wat hij vindt dat tot dit kleurvak behoort. Ik hou shift ingedrukt. En dan pakt hij er weer een stuk bij. En zo kun je verder gaan. Stel nou dat je per ongeluk een heel verkeerd vak hebt gekozen. Van een vak wat er helemaal niet bij hoort. Dan kun je door Ctrl ingedrukt te houden. Soms wel een paar stapjes voor nodig. Maar kun je die selectie weer weghalen. Weg. 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 Alles weg. Het duurt iets langer om het weg te krijgen dan om het te selecteren, helaas. Nou, weg. Weg, 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 weg. Daar nog een stukje. En dan is alles weer weg. Goed, we gaan weer verder. Shift hebben we ingedrukt. En we gaan verder met selecteren. Alle tussenliggende stukken nemen we mee. En zo krijg je een steeds groter stuk van die lucht te pakken. Kleine stukjes ook even meenemen. Dat gaat goed. Dan gaan we verder naar rechts. Kijk, niet alle foto's zijn hier uiteraard voor geschikt. Dit gebergte heeft een mooi contrast met de achtergrond, met de wolken. Maar als je dat niet hebt, dan wordt het heel lastig om die selectie te maken van wat je uiteindelijk wilt verwijderen. Dus niet voor elke foto geschikt, maar wel een hele leuke optie. Kijk, we zijn een heel eind. Let goed op dat je alle kleine puntjes ook meepakt, want anders heb je straks ruis. Wat je niet wilt hebben. Ja, je moet ook erbij. Hier nog een stukje. Even kijken of we nu alles hebben. Dit is die mast, een zendmast, die laten we staan. Ik weet niet zo goed of dit nou een stukje rots was. Lucht was. Even kijken, de lijnen hier zijn allemaal goed rondom. Ik denk dat dit zo'n redelijke uitsnede is van de lucht. Ik kies voor toepassen actie. Dan moet hij even over nadenken, uiteraard. En dan krijgen we dit als resultaat. Ik klik klaar met bewerken, want het ziet er verder schoon uit. Dus ik ga daarmee akkoord. En wat we nu zien is dat we twee lagen hebben. En dat van de laag die we net bewerkt hebben, dat de lucht daarvan is weggesneden. En wat kunnen we dan heel leuk doen daarmee? We zetten deze even een stukje omlaag. We kunnen een tekstveld invoegen. Dat gaan we nu doen. Tekstkader moet ik zeggen. En daarin gaan wij de letters Schotland typen. Even kijken. Wij hebben gebruikt het lettertype Steelfish in 250 punt groot. Schotland. Ik wil witte letters. En 250 groot. En dan gaan wij naar Steelfish, een lettertype wat ik veel gebruik op het moment. Zo, daar staat hij. En ik geef hem nog een. Ik zal hem trouwens even wat kleiner maken. Dat werkt altijd makkelijker. Dan geven we die een schaduw mee via opmaken. Een schaduw.
kijken. Ik denk dat dit wel goed is zo. Dan zetten we onze kopie, onze bewerkte kopie van de foto, een positie naar voren, zodat de letters erachter vallen. Dus nu heb je eigenlijk drie lagen. Het gebergte dat we hebben uitgesneden, de tekstlaag en de foto erachter. En dat geeft dus een mooi diepte-effect. Ik zal hem wel iets hoger zetten nog. Het is wel leuk als je ook nog echt kan lezen wat er staat. Ik vind hem goed zo. Omdat je nu verschillende lagen hebt, de achterste foto en de voorste foto, kun je ook, ik zal hem even opzij schrijven nu, per laag de foto nog bewerken. Dus stel jij zegt, ik vind het leuk als deze zwart-wit zou zijn. Klaar met bewerken. Dan is alleen je lucht nog in kleur en is de voorgrond zwart-wit. Vind ik niet mooi, maar het zou kunnen. Datzelfde geldt natuurlijk andersom. Je kunt ook de achtergrond zwart-wit maken of sepia of wat je dan ook leuk vindt. Je kunt die twee lagen dus onafhankelijk van elkaar nu bewerken. Zo, daar zijn we weer. Op de voorgrond heb ik nog by train gezet. We gaan even nog een tekstvak invoegen. Tekstkader. Oh, verkeerde. Dat hebben wij gedaan met het lettertype A Auto Signature in 80 punt groot. Ik begin eerst even met typen. By train. Dan gaan we vast naar 80 zetten. En dan gaan we het lettertype selecteren. Dat is mijn lettertype. Oh, deze. Oké. Dat zetten we iets meer naar de rand. En eigenlijk mag die ook wel een dik gedrukt. Dan valt die iets meer op. En deze mag een stuk kleiner. En ook nog even overal gecentreerd. Zo, de waarschuwing. Tekst staat te dicht bij het midden. Ik let daar zelf niet op, omdat ik mijn boeken allemaal platliggend bestel. Met platliggende pagina's. Dus ik heb helemaal geen last van de bolling die je hier anders rondom de middennaad hebt. Als je dat wel hebt, dan moet je deze waarschuwingen wel serieus nemen. Zeker met tekst. En hem dus iets verder uit het midden plaatsen. Zo, die gaat weer terug. Nou, dan is de verdere opmaak eigenlijk heel simpel. Want ik heb hier rechts een tekstvak. Daar heb ik even snel van Wiki een kopietje gemaakt. Ctrl-C. Kopiëren. Ik voeg weer een tekstkader in. Dat maak ik smal genoeg. Dat het hier mooi tussen past. Dubbelklik. Even kijken welk lettertype ik hier had. Weer een hele andere Antonio. En in zwart. Een 14 punt groot. Toepassen. Ik plak de tekst eventjes. Die staat nu nog in het verkeerde lettertype. En we doen hem niet vet. Oké. Iets groter maken tot alles erin past. Zo, mag dit nog iets kleiner. Ja, alles staat erin. Dan even terug naar de foto's. Jij mag weer weg. Die hebben we niet meer nodig. Dan heb ik bovenin nog een vlaggetje staan. Van Schotland. En hier onderin heb ik nog een balkje gezet. Ter decoratie. Hoe kun je dat doen? Bijvoorbeeld met een clipart. Dan ga je naar trendy kleuren. Wat mij opvalt bij de trendy kleuren is dat het zwart eigenlijk niet echt helemaal zwart is. Wat ik dan doe is via bewerken ga ik naar licht, contrast en kleur. En ik zet het contrast op 100. Zag je het verschil? Zo was het. En
Zo is die echt zwart. Nu wil ik een mooi dun streepje hebben. Maar dat is heel lastig met een clipart. Want op een gegeven moment kun je gewoon niet smaller gaan. Dit is het wel ongeveer. Nou, vind ik te dik. Vind ik geen subtiel zwart streepje. Dus wat doe ik? Ik pak een witte clipart. Die maak ik kleiner. Oh. Zo. En die plaats ik er gewoon voor. Dit kun je beter niet met vormen doen. Want als je vormen op elkaar gaat stapelen, dan zie je dat soms wel. Dus vormen zijn heel handig voor allerlei dingen. Maar hiervoor gebruik ik liever een clipart. Even kijken. Nou wil ik wel dat hij en hij aan dezelfde kant uitgelijnd staan. En dan moeten ze nog eentje naar links. Die nemen we er ook bij. Ja, en dat vind ik dan toch niet helemaal kloppen. Dus ik pak alleen deze en deze even mee. En die schuif ik iets meer naar rechts, zodat ik vind dat ze echt netjes boven de tekst staan. Mag nog wel iets omlaag. En zo heb je eigenlijk een hele mooie pagina. Zonder Photoshop toch best wel een cool effect. Goed, dat is de pagina zoals die ook in het voorbeeld staat. Ik hoop dat jullie het weer een leuk idee vinden om misschien zelf ook toe te gaan passen. Ik heb nog een pagina gemaakt met dezezelfde actie kleur verwijderen. Dat is ook wel weer een volledige spread geworden. Dus die ga ik in een apart filmpje even doen, omdat dit filmpje anders te lang wordt. Voor deze pagina laat ik het hierbij. Ik hoop dat jullie het een leuk idee vinden, dat jullie er wat mee kunnen. Dat jullie nu misschien zelf ook die optie kleur verwijderen gaan gebruiken. Het is een hele fijne optie. En ja, je kunt er creatief weer lekker mee aan de slag. Goed, zet een duim onder mijn video. Abonneer je op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven. En ik zie jullie graag bij de vervolgvideo. Hoi hoi!